Pak uw telefoon of kijk even naar de trouwring op uw vinger. Grote kans dat de metalen die u nu in handen heeft op een vuile manier zijn gedolven. De grondstoffenmijnen zijn milieuonvriendelijk, worden ingezet in gewapende conflicten en er wordt vaak gewerkt onder zeer slechte arbeidsomstandigheden. Goud zeven, hele dagen lang. Deze kinderen moeten wel. Jonge jongens moeten onder water of in diepe putten op zoek naar het goud. Ja, die grondstof heb je nodig. Is allemaal nog veel treuriger als je die beelden veel langer laat zien. Daar gaan we straks trouwens nog echt iets van laten zien om aan te geven wat er precies aan de hand is. Ik praat erover met Hella Huuk. U kent haar hier op RTL Z natuurlijk. Hè? Ook wel bekend voor mij als La Huuk. En Robert, ja, kijk, dat is Dirk-Jan Koch. En meneer Koch, die is grondstoffengezant. En ik dacht, er zit een man van een jaar of 65. Die heeft de hele wereld bereisd, weet alles. Maar nee, dit is nog een jonge man met een flinke ambitie. Bovendien een diplomaat. En ik heb gezegd, grondstoffengezant. Wat is dat precies? Nou, een grondstofgezant is iemand die de hele wereld over gezonden wordt. En om drie dingen te bereiken eigenlijk. Ten eerste om ervoor te zorgen dat die mijnbouw op een meer duurzame manier plaatsvindt. Ja. Ten tweede dat Nederland toegang blijft houden tot die grondstoffen die we nodig hebben. En als laatste ook wel dat Nederlandse bedrijven toch een rol gaan blijven gaan spelen in die mijnbouw. Dat laatste is ook toevallig dat het op de derde plaats staat, of is dat misschien wel op de eerste plaats? Nou, we hebben echt een combinatie van hulp en handel tegenwoordig. Dus we willen eigenlijk, vinden we het allebei even belangrijk, en dat het op een duurzame manier gebeurt, en dat de Nederlandse economie en banen gestimuleerd worden. Nou, bent u de opvolger van een prins? Namelijk van Guillaume de Bourbon de Parma, ja. Een van de zoons van prinses Irene. Hoe bent u op deze plek terechtgekomen? Waarom wilden ze u per se hebben? Nou, ik denk eigenlijk, ik ben ooit begonnen als diplomaat, maar ben weggegaan met buitenlandse zaken. Ik heb, waarom? Nou, als diplomaat moet je wel een soort van geduld hebben. En dat is niet een van de eigenschappen waar ik heel veel van heb. Nee. Ik heb ook een boek geschreven over de tijd. Ik heb 5 jaar in Congo gezeten. En dat boek is heel erg goed gevallen. En minister Bloemen vond het ook een interessant boek. En die zei van ja, als die meneer Koch het allemaal zo goed weet, komt hij dan maar weer terug. Dus ik ben de enige diplomaat onder zo'n ongeduldige karakter toch als diplomaat teruggekeerd. De enige diplomaat met ongeduld. Nou, wat je wel ziet, diplomatie is ook wel aan het veranderen. Hè. Het was toch iets meer gesloten vroeger. En nu zeggen ze van nou, laat die deuren nou maar open gaan. Laten we zorgen dat we minder alleen maar onder diplomaten met elkaar goed praten. Zo. Maar juist ook zorgen dat we de wetenschap, de journalisten erbij betrekken om zo meer impact te kunnen krijgen. Want dat was het heel vaak wel. Diplomaten praten met diplomaten. Dat beeld heb ik althans ook, ja. Ja, en dat is echt wel heel erg aan het veranderen. En ik was ook best wel zenuwachtig om weer terug te keren bij buitenlandse zaken. Maar je ziet nu echt wel dat het gewoon echt andere tijden zijn aangebroken. Bevalt het tot nu toe? Ja, heel erg. Nou, dat is een belangrijke functie in ieder geval, Hella. Jij was pas in Roemenië. Dan laten we eerst even voor erover praten. Korte impressie van wat je daar allemaal aantrof. Deze kopermijn heeft de natuur in de bergen van Transsylvanië compleet verwoest. The church that you see there, it's actually placed on top of a hill. Here there used to be a really beautiful village. That everybody who still live here and people who left the village are really sorry that it had to be turned into this toxic lake. Ja, je wilt die grondstoffen dus hebben, maar je ziet wat het met de omgeving doet. Is dit te stoppen? Nou, in Europa hebben we natuurlijk een hele andere dynamiek, om het maar zo te zeggen, dan op een continent als Afrika. Kijk, wat in Roemenië is gebeurd, is wel heel bijzonder. Daar hebben de mensen daar zelf gezegd van, hé jongens, want dit is de kopermijn die je zag, maar ze wilden een paar heuvels verderop, zit de grootste goudvoorraad van Europa en die wilden ze ook gaan uitwinnen. Maar toen hebben de Roemeniërs zelf gezegd van, ja, maar wat levert ons dit nou op? In 20, 30 jaar is die hele mijn uitgewonnen. Het levert even werk op, maar wat voor banen zijn dat nou eigenlijk? En we zitten hier met een compleet verwoest gebied. Dus ze hebben die beslissing om die mijn uit te winnen, hebben ze teruggedraaid. En dan zie je dat in een relatief democratisch westers land kan dat afgewogen worden. Maar ja, in landen zoals Afrika, in Congo, waar jij natuurlijk jaren hebt gewoond, dat zijn landen die zijn zo afhankelijk van die grondstoffenwinning dat ze eigenlijk al bijna niet anders kunnen. Die economieën zijn zo eendimensionaal op die grondstoffen, dat heel moeilijk is om dat even terug te doen. Nou ja, maar goed, eendimensionaal op die grondstoffen. Die grondstoffen hebben ze ook nodig, zijn belangrijk voor die landen ook. Kun je dan zomaar zeggen, sluit die mijnen maar?
vaak het enige wat die mensen hebben. Ja, nee, volgens mij is dat niet echt de optie om die mijnen te sluiten. Maar wat je wel ziet, is dat het op een duurzamere manier moet gebeuren. Ik heb zelf dan dus die tijd in Congo gezeten. En wat ik dus zelf verschrikkelijk vond, is het met name bij die goudwinning. Dat inderdaad de jonge vrouwen zitten gewoon met hun handen in die kleine badjes waar ook heel veel kwik in zit. En dan zeg je van, dit is volgens mij niet verstandig, hier kan je dood van gaan. Maar dat is op dat moment niet belangrijk voor hun. En ze hebben gewoon dat geld nodig. Dus ja, het is ook geen mogelijkheid om te zeggen stop daarmee. Maar wat je wel kan zeggen van nou jongens, wij als consumenten, laten wij nou zorgen dat wij vragen voor verantwoorde goud of voor verantwoorde producten. Zodat inderdaad bijvoorbeeld dat kwikgebruik minder wordt. Nou ja, helaas, als jij naar de juwelier gaat, dan let je er voortdurend ook op. Is dit verantwoord? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik door dat mijn bezoek wel denk van nee, want ik ben niet iemand die heel veel sieraden draagt, maar ik heb een gouden ring. Ik bedoel, ik heb wel sieraden. Ja. Ik heb wel zoiets van, nou, als ik dan iets koop, ga ik daar wel wat beter op letten eigenlijk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook je mobiele telefoon. Ik bedoel, dan zie je ook goud. Ja. Maar al het kobalt en al die grondstoffen, ja, die hebben we natuurlijk ook echt, echt nodig. Dus daar is een wereld te winnen. Haha. Ja, nou kijk, waar Nederland natuurlijk goed in is dat watermanagement. En je ziet dat er dus heel veel problemen zijn, juist bij die mijnen rond dat watermanagement. Een paar maanden geleden hadden we in Brazilië die enorme doorbraak, hè, waardoor die 800 kilometer lang die modder is meegesleurd en alle vissen heeft doodgemaakt. En ook nog een dorp heeft meegesleurd met 20 doden. En wat we nu zeggen, oké, Nederland heeft een aantal echt prachtige producten. Wat je nu zegt, dat moeten we misschien even laten zien. We hebben er beelden van en dat is inderdaad, dat maakt misschien nog meer indruk. Kijk maar even mee. Een gele rivier, maar niet in China. In de Amerikaanse staat Colorado liep vorig jaar zo'n 400.000 kilo aan metalen in de Animas rivier. Afkomstig uit een verlaten goudmijn. En in Brazilië zorgde een ijzerertsmijn afgelopen najaar voor dood en verderf. Er brak een dijk door waarna een modderstroom een vallei met dorpjes overspoelde. Tientallen mensen kwamen om en honderden mensen en dieren moesten worden geëvacueerd. Ja, het is wel duidelijk dat hier wat aan gedaan moet worden, maar we kunnen moeilijk iedereen natuurlijk nu. Je zit ook hier hoofdschudden naar te kijken. Ja, het is echt zo, ja. Nee, het is gewoon verschrikkelijk. En het is dus echt in zoveel landen speelt dit probleem, over de hele wereld. Ja. Ja, maar om nu mensen een probleem aan te praten, dat wil zeggen, zorg dat je mobiele telefoon, dat kan niet. Dat weet je niet. Nee. Je kunt het wel weten, maar ja, dan niet iedereen gaat nu zijn smartphone weggooien. Nee, dus we moeten naar een positieve benadering toe. En dat was dus het hele idee. Dat we nu al die Nederlandse bedrijven die expertise hebben, dat die krachten samen bundelen in een soort van platform voor water- en mijnbouw. Wat we vorige week dan gelanceerd hebben in Zuid-Afrika, bij die grote mijnbeurs. En daarin proberen we te laten zien van, nou ja, wij als Nederland hebben hele bijzondere technologieën. Maar jullie weten veel beter wat precies in jullie landen de problemen zijn. Laten we nu samen gaan proberen te werken aan oplossingen. Het klinkt heel mooi, maar u zei niet voor niets, ik heb drie taken, namelijk ook waarschijnlijk op zo'n platform te zorgen dat niet het beste bedrijf de opdracht krijgt, maar dat het beste Nederlandse bedrijf de opdracht krijgt, of niet? Nou, kijk, dat maakt me uiteindelijk niet zo heel erg veel uit. We willen wel dat alle Nederlandse expertise die er is, of dat nou uit Delft komt, of dat kunnen ook buitenlanders zijn die in Nederland hebben gestudeerd, dat maakt me allemaal niet zo veel uit. Maar dat de beste mogelijke oplossing geleverd wordt, en waar mogelijk met Nederlandse expertise. Maar slaan we wel een deuk in een pakje boter, vraag me dan af. Ik bedoel, ook in een land als Congo heb je al 25 grote mijnbedrijven, van de Canadezen tot de Chinezen. Er zijn nog heel veel van die illegale kleine partijtjes. En dan komen wij met onze slimme oplossing. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, bijvoorbeeld één idee wat heel erg aansloeg was het schoonmaken van dat mijnwater met bacteriën. Dat is een Nederlands bedrijf, Paaks. Die heeft speciale bacteriën ontwikkeld die dus op een milieuvriendelijke wijze, kostefficiënte wijze, dat water kunnen gaan zuiveren. Als je ze daarin loslaat en ze zich daar laat ontwikkelen. Nou ja, dat is voor Zuid-Afrika, voor Colombia, voor die opkomende markten die best wel geld hebben, nou is dat een prima oplossing. Ja, voor Congo, en waar je niet echt een functionerende overheid hebt, moet je dat heel anders aan gaan pakken. Dan kan je niet met zulke dure technologie, relatief dure technologie komen. Maar daar hebben we ook wel mooie dingen gedaan als ministerie. Bijvoorbeeld hebben we daar mijn voorganger heeft daar het conflictvrije tin-initiatief opgezet, waardoor we nu inderdaad een bedrijf als Philips direct tin kan inkopen vanuit Congo, waarvan we zeker weten, daar zit er geen conflict. Je moet mensen er al bewust van maken. Nou, wat kun je beter doen dan bijvoorbeeld een film maken? We kennen allemaal natuurlijk nog, lang geleden is het eigenlijk alweer, relatief lang geleden, Blood Diamonds van Leonardo DiCaprio. It came from the heart of the earth. A stone so rare, men will do anything
to possess it. And all who touch it are left with blood on their hands. Ja, als je dit ziet, dan kun je zeggen, nou ja, zo'n film, die gaat... mensen vinden het ook een mooie film, goed bezocht. Is dit de methode dan, denk je, Hella? Voor de bewustwording? Ja, ja. Ik denk dat het wel een beetje helpt. Maar dat is een beetje voor de... Kijk, diamant is een luxe goed. Maar het gaat natuurlijk om al die dingen die in al onze apparaten zitten. Maar dat zeiden we juist, van dat gaat bij in de mobiels. Hoe weten we dat dan? Ik bedoel, kan ik dat precies weten? Ik heb hem nu niet bij me, dat mag niet voor vanwege de uitzending. Maar ik wil er straks even naar kijken en denk, oh, ik moet hem weggooien. Ja, de Fairphone probeert daar wat aan te doen. Dat is een Nederlands initiatief. En die probeert inderdaad al die onderdelen weer goed te gebruiken. En, maar dat is heel mooi, sympathiek. Ze hebben hier ook aan tafel gezeten. Maar dat is ook op een heel klein publiek gericht. Heel klein, heel klein. Ja, ik denk dat het voor die landen zelf ook heel belangrijk is om te diversificeren. Ik bedoel, de grondstoffenprijzen die kunnen zo naar beneden kukkelen. Dat is een beetje iets nu, wat je nu ziet. En ze raken een keer op. En dan zit je als land. En dan, ja, zelfs wij hier in het Westen kunnen dan natuurlijk van al die instabiliteit, dat kunnen wij ook gaan merken. Dus het is eigenlijk ook voor die landen ook helemaal niet zo goed om daar zo enorm op te leunen. Nou, meneer Koch, maar u weet het natuurlijk wel. De oplossing, dat is veel te makkelijk natuurlijk. Maar toch, als een atypische diplomaat een beetje tekeer gaan, of gaan ze dan roepen, hey, je wordt teruggefloten, want je bent te ondiplomatiek? Nee, dat is nog niet gebeurd de laatste tijd. Misschien na dit gesprek. Ja, volgens mij, wat ik denk is dat iedereen een rol te spelen heeft. Hè. Dus mevrouw Huuk met haar documentaire over Roemenië, of Matt Damon, of wie was het, Leonardo DiCaprio met de film. Iedereen heeft een belangrijke rol te spelen. En volgens mij, alleen door echt samen te werken, kunnen we verder komen. Bent u zelf, wat voor mobiel hebt u zelf? Nou, ik hoop heel erg dat we binnenkort bij Buitenlandse Zaken, want daar werk ik voor, gaan overstappen op de Fairphone. Ze hadden nog wat issues over beveiliging van gegevens. Hè, want we zijn natuurlijk altijd bang om pionier te worden. Oh, dat wel, ja. Maar als ze dat op orde hebben, dan komen ze bovenaan het lijstje bij de inkoop. Want als overheid zeggen we nu ook, we moeten duurzamer gaan inkopen. We moeten het goede voorbeeld geven. Ja, dus we zijn heel erg aan het pushen om die Fairphone volgende keer in te kopen. Nou, dit eventjes in de gaten houden. Ja, dat is... Ja. We hebben meteen een nieuws. Oké. Dank jullie voor dit gesprek. Dank je wel. Okay. En straks, de theatermaker als ondernemer. Hoe trek je anno 2016 nog volle theaterzalen? Met producent Bastiaan Ragas en carré-directeur Madeleine van der Zwaan. Tot zometeen.